Met parlementariër Kishan Ramsukul spraken wij over het 75-jarig bestaan van de VHP. Ramsukul die zit er al een tijdje bij de politieke partij, de VHP. Als jonge man heeft hij al heel veel interesse gehad in de politiek en daar heeft hij in feite zijn lering of zijn, daar is zijn leerschool geweest. De partij die heeft hem ook verschillende zaken aangeboden. Zo mocht hij dan ook trekken aan de jongerenorganisatie bij de VHP. En men heeft hem ook de ruimte geboden om zich toen ook kandidaat te stellen voor het parlement. En nu zit hij dus namens de VHP in het parlement. U hoort parlementariër Kishan Ramsukul, met wie we spraken over 75 jaar VHP. Ik ben eigenlijk sinds kinds af ben ik betrokken geweest bij vergaderingen, et cetera. Als kleine jongen, ik vond politiek altijd interessant. En toevallig mijn opa was een hele grote sympathisant van de VHP. En zo was ik altijd actief. Maar toen ik op de universiteit zat, ik was toen 18 jaar, 19 jaar. Toen moest ik voor het eerst gaan stemmen. En daar heb ik samen met vrienden naar een aantal politieke partijen gaan kijken. En de keuze is toen gevallen op de VHP. Bewuste keuze echt. En vanaf dat moment, op een of andere manier, ben ik gewoon, we gingen vaker naar Olifant. En zo is het, zijn we eigenlijk erin gegroeid. Ja. U zegt, u bent gaan kijken naar verschillende partijen en uiteindelijk heeft u gekozen voor de VHP. Wat heeft gemaakt dat u de keuze hebt gemaakt? Ik praat over 2005, ja, de verkiezing van 2005. En als studenten bij de universiteit, we waren we deden mee aan discussies, et cetera, onderling, maar ook daarbuiten. Er was toevallig een jeugdparlementariër die in de groep bij was. Dus de discussies gingen onderling en studenten en we gingen zaken op een rij zetten. Wat er allemaal gebeurd was. En in die periode, de periode daarvoor had je regering met NDP signatuur. Ik zat toen nog op de Milo-school en u weet hoe erg de situatie was toen in het land. Scholen waren maandenlang dicht, et cetera. En sowieso was dat een van de dingen wat we zeggen van, die sluiten we uit, dat willen we nooit meer hebben in Suriname. En toen zijn we ook gaan kijken van, oké, maar wat is er daarna gebeurd? Je hebt die herstel gekregen van de economie. En het was een heel moeilijke periode, ook 2000 tot 2005. Is bijna hetzelfde wat we nu hebben meegemaakt. Alleen is het nu een beetje erger, omdat de verslechtering van de economie slechter was. En, maar we zagen toen ook van, het gaat weer beter in het land. De introductie van SRD's, de economie was weer stabiel. En dat heeft, de VHP heeft daar een enorme bijdrage bij geleverd. Dus zo hebben wij toen als groep een bewuste keuze gemaakt om bij de VHP aan te sluiten. Daarna, en ik denk dat het 2007 was, toen we gingen af en toe naar Olifant, zonder dat er echt iets was. En op een gegeven moment werd er gezegd, we willen wat doen voor jongeren. We willen iets educatief doen voor jongeren. En de toenmalige vicepresident was de voorzitter, de heer Sarjo. En hij riep gewoon, terwijl we nooit met hem hebben gesproken, riep hij ons, omdat hij ons daar zag. Hij zei, ik wil van de jongeren input hebben. En dat sprak me echt aan. Dat een vicepresident van het land, de voorzitter van zo'n grote partij, echt luistert naar wat de jongeren te zeggen hebben en vervolgens ook dat uitvoert. Dus dat heeft mij toen geraakt. Die betrokkenheid van jongeren toen, dat je mag bepalen wat er gebeurt in de partij, dat heeft me toen geraakt. En bij de verkiezing van de heer Santoki als voorzitter is de eerste jongerenraad van de VHP geïnstalleerd. En daar mocht ik deel van uitmaken. Ja. En u hebt bijna antwoord gegeven op mijn vraag. Dus er worden wel kansen geboden aan jongeren binnen de VHP? Ja, heel veel kansen. Ik ben daar een voorbeeld van. Ik,
ik ben in de VHP gegroeid. Ik zeg het al, we liepen mee, we kwamen naar vergaderingen. Uiteindelijk in de jongerenraad. Uiteindelijk mocht ik leiding geven aan de jongeren in Paramaribo. En zo kwam ik in 2015 al op de lijst. Waarbij er maar 4 mensen van de VHP op de lijst waren in Paramaribo. Kwam ik op de lijst als een van de jongeren. Misschien nog niet zo bekend bij de samenleving, maar ik heb wel die kans gekregen om daar te komen. En ik heb me geprofileerd. Ik heb heel veel stemmen gehaald toen ook al. Om uiteindelijk nu hier te zitten waar ik echt in die positie ben als DNA. Ja. En de partij, die maakte nu samen met de ABOP, die leiding. Zij maken de leiding uit van het land, heer Ramsukul. En dat gaat niet altijd over een leierdakje. Heel veel kritiek vanuit die samenleving op de VHP en ook soms op de ABAP, maar meer nog richting de VHP. U als parlementariër en deel en onderdeel van die partij, hoe gaan jullie om met dat stuk? Ik zeg altijd, als er geen kritiek is, doen we iets verkeerds. Ik ben heel vaak ook op social media heel actief om te luisteren wat de mensen te zeggen hebben. Dat is heel belangrijk. Als je niet luistert naar wat het volk zegt, ga je ze ook niet kunnen vertegenwoordigen. Ga je ook geen beleid kunnen stimuleren in die richting wat het volk goed komt. Dat het niet altijd goed gaat, dat kan altijd gebeuren. Ook thuis met je familie en zo kan je af en toe een discussie hebben. Dat is normaal. Dat is een gezonde relatie juist. Dus ik zie het nog steeds als positief. Wat belangrijker voor mij is dat we de economie herstellen, dat we dit land weer gezond maken. En als het gaat om zaken die gedaan worden door de overheid, dat het altijd volgens wet en regels gedaan wordt. Dat is voor mij het belangrijkste. En ongeacht wie daar tegen gaat of anders wil doen, daar zullen we altijd niet alleen kritiek op hebben, maar daar zullen we altijd voor opkomen in het parlement. Waarin zit de kracht van de VHP? De kracht van de VHP is eigenlijk op verschillende vakken. VHP is is de grootste partij op dit moment in Suriname. Een van de dingen is het monetair beleid dat wij uitvoeren, dat wij hebben gedaan, dat wij eerder ook al hebben ondersteund. Dat is een van de zaken waar je zegt van de VHP kan dat doen. Elke keer wanneer dit land in problemen is gekomen, is het de VHP, misschien samen met partners, maar de VHP heeft altijd een rol gespeeld bij het herstel van dit land, bij het brengen van ontwikkeling in dit land. Waar andere mensen het kapot maken, heeft de VHP altijd hersteld. En dat is een van de dingen die wij zeker, een van de belangrijke dingen die de VHP met zich mee kan nemen. Alle belangrijke ontwikkelingen, als het nou onafhankelijkheid is, of het nou de coup is geweest, of alle belangrijke zaken in de historie van Suriname, de VHP heeft daar een belangrijke rol gespeeld. Herstel van economie, herstel van democratie, overal heeft de VHP een belangrijke rol gespeeld. Heer Ramsukul, hoe onderscheidt de VHP zich van de overige politieke partijen? Nou, de VHP, ja, is moeilijk, want nu zit ik te denken aan welke andere politieke partijen, want alle politieke partijen verschillen van elkaar. Wat de VHP zich onderscheidt, vooral nu in 2020 hebben we dat vooral gedaan, na de periode van 2015, is het heel duidelijk naar voren gekomen, is dat we een nationale partij zijn. We zijn, ik wil het bijna zeggen, de echte nationale partij van Suriname. U ziet dat in onze vertegenwoordiging in DNA. U kunt dat niet terugzien bij een aantal andere partijen die zich vertegenwoordigen in DNA. U kunt dat zien aan onze structuren, aan onze hoofdbestuur. Als u dat vergelijkt met andere hoofdbesturen. Als u kijkt naar onze resortbesturen. We zien dat er andere mensen resortbesturen installeren. En dan vraag je je af van, je hebt nationaal in je partijnaam, maar is dat wel nationaal? De VHP is een nationale partij. En de VHP stelt zich ook op als een nationale partij. En ik denk dat dat een van de dingen is die wij heel goed en heel belangrijk is in de toekomst van Suriname. Als we een natie willen vormen, moeten we dat hebben.
Dus dat is een van onze sterktepunten. En aan de andere kant, de kader die wij in huis hebben. Dus PHP is een partij geweest die altijd heeft gestimuleerd dat mensen zich blijven scholen. Zelf draaien we trainingen, maar we stimuleren ook dat stukje. Dus dat is een van de belangrijkste zaken die de VHP heeft. En ondernemerschap stimuleren, dat is eigenlijk onze core ding geweest met agrariërs en cetera. Dat moet zeker veel beter nu, vanwege allerlei zaken die de natuur ons nu, challenges die de natuur ons biedt. Maar dat is ook een van de roots van waar de VHP komt. En op naar de toekomst, heer Ramsukul, is er toch iets dat u toch anders zou willen zien binnen de VHP? Nou, eigenlijk niet. Ik vind dat de VHP de goede weg opgaat. Wat ik nog meer zou zien is, ik hoop dat we nog meer gaan richting extra verjonging. Het gaat al. In 2015 was ik de jongste kandidaat van de VHP. In 2020 was ik er niet meer, want ik was ook al 5 jaar ouder. Maar ik denk dat we een beetje jongeren meer moeten gaan stimuleren. Een beetje frisse ideeën moeten hebben. Een beetje innovatief meegaan met de technologie. Ik denk dat dat een van de dingen is waar wij nog op kunnen inspelen. En ja, dat is het. En uw boodschap in het kader van 75 jaar VHP, daar vooral de jongeren en naar de rest van de samenleving? Ja, mijn boodschap is 75 jaar heeft de VHP zich bewezen. Het is, als u kijkt naar andere partijen in ons land, niemand heeft 20 zetels na zoveel jaren. VHP werd ooit getypeerd als de oude partij. Maar het is een oude partij die zich getransformeerd heeft in een nieuwe gedachtegang, in nieuwe ontwikkeling, in nieuwe visie. En ik denk dat dat belangrijk is voor de toekomst van Suriname. Ik denk dat de VHP de partij is die kan zorgen voor ontwikkeling van dit land. Je moet nagaan, de VHP, en ik noem expliciet de VHP, heeft ervoor gezorgd dat wij uit een crisis zijn gekomen die onvoorstelbaar is. Een crisis die groter was dan in 2000. Toen ik voor het eerst moest gaan stemmen in 2005. Als ik nu voor het eerst zou moeten stemmen, zou ik op de VHP stemmen. Stelt u zich voor wat wij kunnen doen als we met een beter startpunt zouden beginnen. We zijn nu met negatief begonnen. Als we met een positieve saldo zouden beginnen, met een positieve economie zouden beginnen, zou Suriname veel en veel beter zijn. In 2025 is dat het startpunt van de volgende regering. De volgende regering gaat niet starten met een schuld van zoveel miljard, etc. De volgende regering gaat starten met een herstelde economie. En die regering zal moeten zorgen voor ontwikkeling in Suriname. Voor grote ontwikkelingen, oil en gas, noem maar op. Zij gaan ervoor moeten zorgen. En ik denk, als we naar het verleden kijken, de track record van de VHP, is VHP de partij na 75 jaar, met die ervaring van 75 jaar, die dit land straks verder kan ontwikkelen.